Hallo, vandaag zijn we bij de Aston Motor Show in Duitsland. Wij zijn hier met alle studenten van het SUMA College Automotive. En we nemen jullie mee op een rondkijkje in het pand. Nou, zoals altijd kun je op de motorshow in Essen van allerlei dingen doen. Je kunt spullen kopen voor je auto, schoonmaakspullen, uitlaten, onderdelen. Maar je kunt ook auto's kopen. Zoals hier bijvoorbeeld deze mooie Ferrari 430 Scuderia zien. Deze staat te koop voor 187.000 euro. Dus ook vele auto's die hier staan zijn ook te koop. Wat vind je van vandaag? Ja, het is toch wel een leuke dag, toch? Ja? Niet? Ja, toch. Welke hal vind je het leukst? Welke hal? Ja. Meer tuning of meer de normale auto's? De normale auto's. Ja? Ja. En hoezo dat precies? Ja, de tuning vind ik nog net iets te. Het is okay, allemaal ja. te. Fijne dag nog, hè? Zelfde, Michiel. Doei. Naast alleen een autoshow wordt het ook een soort van veiling. Want al die auto's die hier achter mij staan, worden allemaal binnenkort verkocht. Ja, het is niet alleen voor autoverkopers leuk om deze beurs te bezoeken, maar ook techneuten en monteurs, zoals je hier ziet. Daar heb je uitlaten, je hebt je grills. Je kan ook van alles kopen als voor de hobby, bijvoorbeeld petten en zo en shirts en alles. Ja, naast veel tuning staan er ook echte hypercars, zoals deze LaFerrari, natuurlijk ja, de hybride auto van Ferrari. Maar naast echte hybride auto's staan er ook echte raceauto's. Ze hebben hier bijvoorbeeld deze BMW, ja, die eigenlijk deel heeft genomen aan de GT3. En daarachter, ja, hij staat er op het moment niet, maar vandaag was er ook een handtekeningen-sessie van de enige echte Ken Block. Ja, helaas staat hij er nu niet, maar hij deelt wel handtekeningen uit en je kunt natuurlijk met hem op de foto. Zoals we net al hadden aangegeven, Ken Block is dus hier. Dus ja, waar is Ken Block zonder een auto? Dit is dus echt de auto van Ken Block. Ja, en zo staan hier nog vele andere racemonsters. Nou, er staan ook een paar hele aparte creaties. Zoals deze Porsche die hier volledig uit metalen dingen is gemaakt. Ik weet niet precies wat. Ziet er op zich wel grappig uit. Voor de echte racefans heb je hier natuurlijk, ja, je ziet hem al staan, Max Verstappen hier. Maar ook de echte Formule 1 auto van Max Verstappen die hij gereden heeft op Zandvoort tijdens de Jumbo race dagen. En natuurlijk de winnende kampioensauto van Lewis Hamilton. Natuurlijk de mooie Mercedes Formule 1 auto, ja, waarmee ze meer dan dominant waren afgelopen seizoen. Ja, het heeft een heel mooi aanzicht, natuurlijk die twee Formule 1 wagens bij elkaar. En voor het echte race spektakel kun je natuurlijk naar de zaal hierachter gaan waar ook gedrift wordt en waarin je kunt meerijden tijdens de driften. Naast de Formule 1 auto's die mijn collega net liet zien, staan er ook auto's van de Arok GT. Zoals je hier ziet, van Porsche, van Opel, van Audi. Dat zijn ook zeer mooie modellen. Wat vind je tot nu toe van? Ja, fucking gruwelijk. Het is echt een dikke auto tussen hoor. Veel foto's al gemaakt. Alle favorieten uit kunnen kiezen? Ja, nou zeker wel. Vooral die oude auto's ben ik van. Nou, daarnet zagen we al één hypercar, dat was Ferrari LaFerrari, maar er staan er nog meer. Zoals je ziet, een Porsche 918 Spyder, een Koenigsegg CC XR,
En daar verderop, waar mijn collega straks wat over gaat vertellen, een Bugatti. En die staat er uiteraard, de Bugatti Veyron. We hadden helaas een Chiron verwacht, maar die hebben we helaas nog niet kunnen vinden. Ja, we wilden vandaag een paar pitspoes interviewen, maar ja, dat is niet gelukt, dus moeten we het helaas met John doen. Ik dacht dat jullie zo'n charmes hadden dat wel zou kunnen. Ja, helaas niet. Niemand wilde, dus... Echt niet? Dus ja, ben jij de Sjaak. Maar hoe vind je het? Ja, heel veel indrukken. Heel veel licht. Heel druk. Beetje te druk voor mij, maar ik moet zeggen over het algemeen heel veel leuke dingetjes. Ja. Van alles wat. Voor iedereen wat. Dit is onze docent management. Wat is uw favoriete auto van vandaag? Audi RS6, Avant. En wat vindt u van het Essen? Ik dacht eindelijk een pitboots die mee wil interviewen. Maar ja, helaas van net zoveel plastic gemaakt als de echte. Can you tell us a little bit about the car here? I don't know, it's just the model car. Yeah. I can tell you something about the watches. Das ist ein französischer Hersteller, eine Manufaktur in der Nähe von Frankreich. Und wir stellen maximal 2500 Uhren pro Jahr her. Und das Besondere ist, man kann sich quasi die Uhr zu seinem Auto bauen lassen. Alright, thank you. Ja, ich verstand helemaal nichts von, nee. Maar het zijn op zich wel mooie horloges. Dus ja. Yeah. Op dit soort dagen is het ooit fijn om ook wel een momentje rust te pakken. Dus dat doen we dan ook gewoon. En alles komt een einde, dus ook aan deze dag voor ons. We hebben er heel erg van genoten en ik hoop jullie ook.